Goedendag lieve mensen. Welkom bij de zondagmorgenpraat van de Stofjes. Mijn naam is Rick en ik doe iedere zondagmorgen dit praatje. Mensen die dit vragen kijken, die stappen, die weten het natuurlijk dat ik dit doe. Zondagmorgen na het hardlopen in het bos in Gassel. Even rondjes lopen, lekker fris beginnen. Vanmiddag weer naar voetballen. En dan heb ik in de tussentijd van mijn lopen naar huis een zondagmorgenpraatje. Zondagmorgenpraatje kan van alles zijn. Actualiteit kan ook gewoon een beetje onzin zijn. Beetje random. Maakt niet uit. Iets wat me opkomt. Wat er gebeurt, wat er kan gebeuren. Wat er te komen, wat er gebeuren gaat. Oeh, ik had het niet vergeten. Hallo. Zo, nou, was een aan de ene kant lekker gelopen, aan de andere kant ook weer even wat minder qua meting. Als ik zie wat ik vorige week gelopen heb, als ik dat 1 op 1 ga omschakelen. Vorige week had ik 4 rondjes gelopen en nu heb ik er maar 3 gelopen. En de gemiddelde tijd lag vandaag zelfs lager, maar goed, het kan niet iedere keer een feest zijn. Zo nu en dan heb je gewoon even te maken met wat, ja, wat minder, een minder gevoel, dat het iets minder lekker gaat. Dan heb je het idee, als ik 's morgens vroeg opsta van hé, ik voel mij wel lekker. Dan nog hangt het af hoe dat je start is het, gaat hij lekker ontspannen, gaat hij iets, ja, daar ligt het soms aan. Moeilijk te verklaren soms. Maar, al met al. Gaat het erom dat je gewoon lekker bezig bent. Nou, dat doe ik. Ik vind het prettig. Ik heb bijna, nou, ik wil het niet helemaal omschrijven als een verslaving. Maar ik kan wel merken dat als ik het niet doe, dat ik het toch op een of andere manier een beetje mis. Ik kan het dan nog wel redelijk goed een redelijk snelle plaats geven. Voor een paar weken terug is dat namelijk gebeurd. Dat ik dit stomme ding niet kon vinden. Dan zeggen we een stomme ding. Maar ik heb daar mijn telefoon in zitten. Want ik hou van meten. Meten is weten. En ik heb dat dan aan de arm zitten. Hier zo. Daar zit hij in. Dan kan ik een beetje muziekje luisteren tussendoor. En de app die ik dan heb opgestart voor het lopen. Die mij dan een beetje de tijd doorgeeft naar ongeveer een kilometer. Zodat ik ook een klein beetje kan inschatten van oké, het gaat lekker of het gaat minder lekker. Daarmee pas je dan ook wel een beetje lopen aan. Tenminste, dat doe ik wel een beetje. Misschien is dat wel een beetje het punt waarop het dan wat minder is. En dat je dan gaat aanpassen aan jouw gegevens. Als je voelt van hé, ik heb te langzaam gelopen, dat je dan eigenlijk te veel gaat versnellen. Waardoor je het volgende rondje dan weer te snel gaat lopen. Maar ja, als ik dan weer de lijnen zie in het grafiekje met de gemiddelde snelheid, de gemiddelde tempo, ligt dat nooit zo ver van elkaar af. Dus bij spreken 6 minuten 18 loopt op 1 kilometer en je pakt dan het rondje daarna op 6 minuten 11. En het rondje daarna pak je weer op 6 minuten 12. Ja, sorry, maar dan loop je hem toch redelijk strak. Naar mijn idee. Zitten er hele grote verschillen in. Stel dat ik bij spreken 6:30 pak bij de ene ronde. En op de andere ronde pak ik 6 minuten 5. Ja, dan heb je te grote verschillen. Ja, en dan heb je wel een probleem. Dus. Maar goed. Oh, wacht even. Ik ga het even anders doen. Want ik moet. Maar nee. Ik moet daar natuurlijk weg. Na het voetballen. Nou. Ik zou zeggen. Ja, bedankt voor het kijken. Voor degenen die kijken. En voor degenen die altijd kijken. Dankjewel
voor het kijken. Geef ons een blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. Dan krijg je natuurlijk meer van dit soort filmpjes. Zoals ik al zeg, iedere zondagmorgen. Als je tenminste ben gaan hardlopen. Of er moet iets tussendoor gekomen zijn waarop ik dus gewoon niet kan hardlopen. Maar dan probeer ik toch wel altijd zondagmorgen een praatje van te maken. Vind ik leuk. En ik hoop jullie ook. Dus nogmaals, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. En dan zien we de volgende week weer terug. Ik zeg tjoe!